Dit jaar strijden vier mannen om het kampioenschap. Mama, dit is voor jou! Korfballers kunnen alles, hè? That's not what she said. Rugbiers kunnen ook voetballen. Ze doen drie challenges. De normale crossbar challenge. De dizzy crossbar challenge. En de blindfolded penalty. Laten we beginnen met de eerste challenge. Vreef, leuk dat je kijkt. Yo, mensen van Vreef. Nee. Yo, mensen van Vreef. Mijn naam is Frank. Dit is Kio, dit is Job, dit is Lansky. Kio en Lans kennen jullie nog van de Condom Challenge. Vandaag gaan wij de Crossbar Challenge doen. Al super bekend op YouTube natuurlijk. Laten we beginnen, jongens. Nou, dit komt helemaal niet goed. Mama, dit is voor jou. Daar zal de moeder blij mee zijn, jongens. Nee. Korfballers kunnen alles, hè? Bruh. Why the fuck you lying? That's not what she said. Ha, skeer. Oké, land. Rugbiers kunnen ook voetballen. Yeah. Oh, oké, okay, mensen, eerste ronde, we schieten allemaal drie keer. Ik 1, Lans 1, Job 0, Kio 0. Ja, zeker. Shit, man! Korfbal, ik ging overvallen. Oh, shit. Ja, zie je. No, you can't! Oh, my God! Nee. Tweede ronde, we mogen allemaal één keer schieten. Lans 2, Job 1, ik 1. En die jongen daar zo, hij kan er helemaal niks van. Ik ga Pogba. Jammer, bro. Job, hoe vaak heb je geraakt? Ik wil niet getrekt worden. Ja, dat is jammer. We doen met challenges, doen we gewoon degene die het meest geraakt heeft 3 punten, andere 2 punten, de derde 1 punt en de verliezer 0 punten. We moeten even nummer 1, 2, 3 en 4 krijgen, dus Lans en ik gaan nu even voor de winst. En Kier is laatste en Job is derde. Ja, dat is jammer. Voor de wind. You got a bottle, girl going down. Girl going down. Nee, oh shit, bijna. Got a bottle, girl going down. Bruh. Smoke weed every day. Oké. Ik ga cameraman spelen, ik heb toch geen nut hier. You got a bottle, girl.
Mis hij 3 punten, ik 2. Als ik raak, gaan we door. You got a bottle, girl going down. Yes! Oké. Waarom doe ik het niet, man? Deze ga je doen. Waarom doe ik het? En de uitslag van deze super spannende wedstrijd is Lans bovenaan met 3 punten. Frank als tweede 2 punten. Job als derde met 1 punt. En Kio als laatste met 0 punten. Wil jij nou weten hoe deze strijd verder gaat? Tijdens de Dizzy Crossbar Challenge. Doe dan een duimpje omhoog. En dan zie ik jou bij de volgende aflevering. Later.